Hey. Hallo. Hallo. Ga je naar huis? Ga naar huis. Ja. Kom eens even zitten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd, ja. Ze heeft eerst gesprek gehad met Jelte. Hebben ze met elkaar erover gehad hoe hun ervoor stonden. Daarna hebben wij gesproken. En we kwamen wel tot de conclusie dat we elkaar wel leuk vinden. Maar dat het waarschijnlijk toch in de toekomst heel moeilijk wordt. Dat we daar toch te veel obstakels zien om het avontuur aan te gaan. Zie jij dat ook? Ik heb daar wel over nagedacht. Dat hield mij ook wel bezig. Maar goed, ja, we hebben het ook niet aangehaald in de keren daarvoor, dus ja. Maar jij bent hier nu bijna een week. En hoe lang hebben jullie precies over de obstakels gepraat? Sinds een half uurtje geleden. Oké. Ja, het is niet zoveel. Voor jou genoeg? Om haar nu gewoon te laten en naar huis te gaan. En haar niet meer te zien. Ja, dat blijft natuurlijk wel lastig. Ik had er anders ook echt voor willen gaan. Anders? Wanneer anders? Nou, als dat obstakel er niet was. Maar de obstakel was er vanaf het begin. Ja. Dat is er altijd geweest. Ja. Ja, je moet zelf weten, hè? Maar nu ben je er nog. Ik ben er nu nog, ja. Van mij mag je naar huis. Maar... Nou ja. Wil je dat? Nee. Waarom ga je dan? Ja, omdat we dat zo besloten hebben net. Maar in 5 minuten! Ja. Hey. Je gaat? Nee, ik wil je toch nog even spreken. Ik heb Yvonne nog even gesproken. En die zegt van, ja, wat is dit? Die zegt, ja, jullie hebben een gesprekje en jullie zijn 5 minuten tijd, zijn jullie eruit. Van ja, onze levens gaan niet passen. En ja, dat is natuurlijk, ja, heel cru. Ja. En we hebben natuurlijk allebei aangegeven dat er toch wel iets is. Dus ik zei, ja, ze zegt, ja, dan vecht je er niet voor. Ik zeg, ja, nou... Ik denk dat Yvonne dat toch gewoon wat anders ziet, want ik vind het wel echt heel erg dat je daar gaat. Maar ik ben een kind van gescheiden ouders. Ja. En je kunt niet alles voor iemand opgeven. En deze boerderij is wel alles wat ik heb. En die... Ja, dat snap ik ook, maar... Hey, we hebben natuurlijk eigenlijk maar 5 minuten hierover gehad. En we hebben eigenlijk de hele week de tijd gehad om dit te doen. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje... Ja. We zijn ook wel sukkels daarin, hè? Nee, we zijn niet zo handig. Laten we anders moeten doen. Nee, we zijn niet zo handig. Maar ja. Ja. Het is niet anders. Het had het niet anders gemaakt. Nee. Want we kunnen het niet veranderen. Maar ik wou het je toch even zeggen nog. Ja. Want ja. Ja. Het is echt niet handig. Oké. Maar hebben we toch gezegd. Dan ga ik mijn koffers pakken. Ja. Naar huis. En? Nee. Nee? Nee. Ik zag ook, ze had het ook moeilijk mee, maar ja, weet je, ze heeft dat gewoon, ze heeft haar besluit gemaakt. Ze wou dat niet, ja, nee, ze zag het niet zitten, tenminste, ze ziet te veel obstakels. Ja, ze moeder is begon te huilen, dus ja, dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Goede knuffel gegeven, in de hoop dat het zou helpen, maar nee, dus helaas. En nu? Ja, naar huis. Tenminste, ik kan het moeilijk meetrekken. Of dwingen.